De vraag was: is kuchen of keelschrapen slecht voor de stem? En het is voor gevoelige kijkers goed om te weten dat we met deze vraag ingaan op een best plastisch en slijmerig onderwerp. Het antwoord op de vraag is absoluut ja, met die nuance dat iedereen weet in de context van zingen dat het vaak niet blijft bij één kuchje of één schraapje. Is een keer kuchen of hoesten is nooit erg voor de stem, maar het is wel goed om te weten wat er dan gebeurt van binnen en hoe het dan komt dat je soms blijft kuchen en dat het erger wordt, wat natuurlijk niet wenselijk is. De vraag wordt ook: hoe kan je dat kuchen voorkomen en wat kan je dan doen als zo'n vervelende slijm uw klank toch komt verstoren? En wat gebeurt er dan precies bij schrapen en kuchen? Wanneer we kuchen of schrapen, schuren de stembanden langer of abrupt tegen elkaar, waarbij de slijmvliezen die die stemplooi beschermen, geattaqueerd worden en minimaal beschadigd. En nu komt het. Door deze kleine beschadiging gaan de slijmvliezen in de stemplooi meer slijm produceren om zich te herstellen en ook om zich te beschermen tegen een volgende aanval. Vandaar, het slijm gaat meer en meer komen en het gaat van kwaad naar erger. Nu, los van die slijmproductie veroorzaakt veelvuldig kuchen en schrapen ook een spanning rond de stemplooi, waardoor we soms een opgetrokken keelstand krijgen, heel vervelend bij het zingen. Wat kan je dan beter doen dan kuchen of schrapen? En dat is een gouden tip die ik gekregen heb tijdens mijn opleiding van grote professionelen. Ik probeer eens uit te leggen wat je dan het beste doet en ik laat het ook eens horen. Je perst eigenlijk de keel heel lichtjes samen en je blaast lucht doorheen de stembanden en daarna slik je. En dat gaat zo. Dat is een manier om toch een soort van vrijmaken van de stemplooi te hebben. De vraag die eerder speelt is natuurlijk: kan je kuchen of schrapen voorkomen? En het antwoord is absoluut ja, door bijvoorbeeld te zorgen voor genoeg bevochtiging van de stembanden. Door genoeg water, thee, genoeg te drinken. Een andere zaak is op tijd ook en eerder te slikken als je een verstoring voelt. Nog iets anders is zorgen voor een slijmvrije omgeving in de stemplooi. En dat betekent bijvoorbeeld met voeding en drank vermijden dat er extra slijmvorming is. Want extra slijmvorming heeft naast verkoudheid ook te maken met de verstoring van de zuurtegraad van de slijmvliezen in de stemplooi. En daar hebben we bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen of bepaalde stoffen een stimulerend effect op slijmen. Bij sommige mensen gaat dat over melkproducten, bij anderen over citrusvruchten, nog bij andere mensen bananen. En een uitdrogend effect heb je dan weer met zwarte thee, met koffie en met alcohol. Dus het is belangrijk om zelf te gaan opsporen wat er bij jou een goed effect heeft en wat niet. Maar vooral ook de vraag: hoe voorkom je het blijven kuchen en het van kwaad naar erger? En dat is voor heel veel zangers een psychologische kwestie. Je moet maar eens kijken of dat je dit verhaal herkent. Het is concert en je moet bijna beginnen zingen en je vertrouwt er niet helemaal op
dat de doorgang van uw klank helemaal vrij is. Dat er niet een slijmpje gaat tussen schieten en roet in het eten gooit. En vanuit die ongerustheid gaan we dan vlug eventjes kuchen en vaak zijn we dan vertrokken. En deze ongerustheid ompolen naar een gerust gevoel kan echt wel vanuit op voorhand eventjes slikken wat voldoende is. En als je niet crispeert, dat je over een slijm ook heen kan zingen. En als er dan toch een korte verstoring is van de klank, is ook de vraag, is dat erg? En ik zou u graag vanuit mijzelf als koorzanger en als solozanger op het hart drukken dat het belangrijk is om met die ongerustheid om te gaan. Dat slikken op voorhand echt wel voldoende is en dat een rustig gevoel komt vanuit gewoon beginnen zingen is nog altijd het beste. Dus, alles komt goed, zelfs met een slijmpje.